Patrick Timmermans is hier in de zaal aanwezig en gaat u graag als historicus, maar ook als directeur van Erfgoed Brabant meenemen in het verhaal Vinden door Verbinden. Ik mag Patrick graag uitnodigen om hier plaats te nemen en het woord te geven aan de directeur van Erfgoed Brabant. Ja, zo wel, maar op de... Ja, heel goed. Uh, dit wordt echt tussen improviseren, want uh, ik was hier niet op voorbereid. Ik kwam hier binnen en uh, gezin in al die mooie verhalen. En toen dacht ik van... Uh, of toen hoorde ik van Joks dat hij helaas niet kon komen door een lichamelijk ongemak. En uh, um, toen zei ik van, ach, zal ik maar vervangen. En toen zei hij het van, goh, dat is een goed idee. Had ik maar mijn grote bek moeten houden. Want, ja, dus daar sta ik dan. Hier sta ik dan en ik kan niet anders, zoals Luther zei. De dingetje. Ken je nog de Griekse versvoet? Dactylus. Kort, kort, lang. Ja? De dactylus. Of de digitus in het Latijn. Je vinger. Het ding waar we op tellen. Digitalisering is niks nieuws, mensen. Het is eeuwenoud. Het is al zo oud als een carillon met pinnetjes erop, met nullen en enen. Het is al zo oud als een weefgetouw met gaatjes erin. Het is al zo oud als het boek. Van een draaiorgel. Nul en enen maken wij zelf. Dat is niets wat buiten ons is, Nul en enen. Dat is iets van onszelf. En niet voor niks heet die prachtige plant, die lange plant die in de zomer in de tuinen staat, digitalis. Vingerhoedskruid. En dat brengt mij bij de gedachte dat alle dingen waar we hiermee bezig zijn, met alle big data, met alle nullen en eenetjes die wellicht weer archeologie van de toekomst zullen zijn, op welke manier weet ik niet, dat het uiteindelijk over mensenwerk gaat, dat het gewoon over mensen gaat en niks over techniek of data, of data. Het gaat over mensen. En daar wil ik mijn verhaaltje kort over houden. Erfgoed gaat namelijk over drie essentiële dingen. En het eerste is de spullen zoals ze hier in deze, dit grote tuinhuis zien, de spullen die we opgaven, de spullen die we in het museum hebben, in de archieven, de foto's, de teksten, de documenten. Het erfgoed op straat, de monumenten in bossen, in landschappen, in taal, in dialect, in immaterieel erfgoed, in volkscultuur. Al die stones vormen ons collectieve Brabantse erfgoed. Maar naast die stones zit er nog iets, iets essentieels aan erfgoed. En dat is de context die erfgoed, die al die stenen, die al die stones kunnen geven. De verhalen die erin zitten. Niet alleen de spullen van toen, maar ook de verhalen die in de spullen van toen zitten zijn belangrijk. Naast stones hebben we ook stories nodig. En een derde element in deze vormvaste driehoek die erfgoed is, zijn de stars. Om maar even in de S te blijven. En dat zijn de vele duizenden mensen die met erfgoed bezig zijn. Hier als professional, maar vooral ook als vrijwilliger. Een keer is door het SCP berekend dat er op een gemiddelde zaterdag meer mensen met erfgoed bezig zijn, op een of andere manier van een simpele lezing volgen, zelf archeologisch onderzoek doen of genealogisch onderzoek tot een zware studie, of een René Bastiaanse bekijken op televisie met de wandeling. Al die vormen van erfgoed, daar zijn er meer mensen mee bezig dan er leden van de KNVB op de voetbalvelden staan. Kijk, nou maken we erfgoed politiek. Hè? Wij zijn een kracht die ongekend is. En die kracht gaan we dankzij dataficering alleen nog maar groter maken. Stones, stars stories. en stories. Die stars zijn de mensen van nu die de verhalen van toen, die zitten in die spullen van toen, uh, uh, onderhouden, ervan houden en het weer doorgeven aan nieuwe generaties. Ik weet niks van digitalisering, behalve van deze vinger die ik net naar voren bracht. Maar we hebben wel een heel technisch systeem ingericht bij Erfgoed Brabant. We zijn een provinciale uitvoeringsorganisatie en we zitten met name in die zachte kant van erfgoed, niet in die restauratie, herbestemming, opgaving of de wettelijke kader van erfgoed als het gaat om archivistiek. Nee, wij zitten in gemeenschapsvorming, in, in, in educatie. Digitalisering van erfgoed is een belangrijke poot ook. En, uh, en public awareness, zoals het dan heet. Dus wat het in Vlaanderen heet: wij doen aan het zachte erfgoed. En een van die systemen die we hebben uh, gemaakt, dankzij een ruimhartige uh, subsidie in onze exploitatie van de provincie, is. Uh, de Brabant Cloud gekoppeld aan Brabants erfgoed. En, uh, daar ga ik absoluut geen verkooppraatje over houden, dus, want helemaal niet van belang, maar wel waar, waar, waar zijn wij mee bezig geweest de afgelopen jaren en waar lopen we tegenaan. Brabant Cloud is een collectief systeem, een collectief, uh, re, collectieregistratiesysteem, uh, wat daarachter zit, Memrix Maier, waarin we met elkaar. Allerlei data aan het ontsluiten zijn en dat we met elkaar ook weer op Brabants erfgoed. Het is niet onze portal, het is de portal van het gezamenlijke Brabants erfgoedveld naar voren gaan brengen. Ik heb daar geen plaatjes bij, maar ik mag gewoon mezelf op gaan zoeken www.brabantserfgoed.nl en www.brabantcloud.nl. Um, waarom hebben we dat gedaan? Omdat we zien dat er enorm veel silo's van informatie zijn nog steeds. Ook al wordt er verbonden en toenemende mate dankzij Triple, triple stores, en dankzij APIs, en dankzij, weet ik veel, persistent identifiers. Komt goed, hè? Komt nog redelijk goed. Dit hoor ik allemaal van mijn collega's, ik weet er echt geen ene drol van. Maar er zijn silo's van informatie die nog te weinig verbonden zijn. En, en daar, daar zijn we heel hard mee bezig. En, en, en dan heb je het over 300 collectiebeherende instellingen in Brabant. Van musea, tot heemkundekringen, tot archeologische, tot dialectclubs. Um, en die clubs hebben gewoon te weinig middelen om zelf allemaal te investeren in dure systemen als Adlib of Pictory of anderszins en toen hebben we bedacht van kunnen we dat niet eens gezamenlijk gaan doen, dat we gezamenlijk zo'n systeem met elkaar in stand gaan houden en waardoor we silo's van informatie ook aan elkaar kunnen gaan verbinden. Waar ook heel praktisch, hè, waar je niet ruimte hebt om zoveel terabytes uh, of megabytes aan foto's op te gaan of gigabytes aan foto's up te loaden, uh, als klein clubje. Laat ons dan eens proberen of we dat samen kunnen doen. En dan maken we niet een fotootje van 3 MB, hè, zodat je dat in je eigen systeem zet. Nee, we maken er uh, 30 gig van, van die ene foto. Waardoor we ook extra informatie kunnen ontsluiten. En dat is mooi, want die foto kunnen we in één keer met deep zoom flink opblazen, waardoor je toevallig net dat ene fotootje, want er zijn er dertig van van die Dorpstraat in Veghel of zoiets, en op de ene fotootje staat toevallig net dat ene nummerbordje van die eerste auto waar het Bic nu hè, die prachtige site van uh, de auto van mijn opa heeft gemaakt. En als je kunt diepzoomen, wanneer het goed is opgenomen en goed is uh, opgeslagen, kun je extra informatie uit die foto's halen. Dat is voor mij als historicus echt super belangrijk. Daar moet je dus. Heel veel windmolens en heel veel warmte en heel veel uh, uh, elektriciteit voor hebben. En opslag uiteindelijk. En dat moet je met elkaar doen. Dat hebben die kleine clubs ingezien. Want het is nogal wat hè, om aan een club te vragen van... Uh, je bent eigenaar van je eigen data, daar heb je eigen bloed, zweet, tranen, energie, geld in gestopt. En dan mag je dan, moet je dan in één keer gaan delen met anderen. Je zit het liefst als moeder kloek op die, op die data. Hè, want dat is mijn data, daar heb ik energie op gezet. En nu mag je het gaan delen. En dan mag je ook nog voor gaan betalen. Want iedereen betaalt een kleine bijdrage in het systeem. En toch zijn we die weg we ingegaan. En toch is het gelukt. Want er doen nu 70 clubs ongeveer mee. Waarvan het merendeel betalende clubs is. Bijdrage leverende clubs. En dan mogen ze ook nog zelf invoeren. En in de toekomst is dat we ze ook nog gaan vragen. Jongens, uh, jullie weten alles van die inhoud. Maar jullie moeten ook eigenlijk nog even mee te dateren. En op een goede manier. Zodat we inderdaad in de toekomst door verbinden, het juiste kunnen vinden met elkaar. Dat is de weg waar we nu mee bezig zijn. Maar door goede verhalen te vertellen... door het systeem Mandela te maken... van draagt elk anders lasten... doe het met elkaar... maken we in feite iets voor de toekomst duurzaam. En we lopen tegen allerlei hiccups... en allerlei technische problemen aan. Dat zal allemaal heel herkenbaar zijn... gaande op zo'n weg. Maar ondertussen staat er al wel iets. Ik heb net mijn collega gebeld. Er zit nu... Na twee jaar tijd zit daar 1,254,18, ruim anderhal, in een kwart miljoen records zit het er al in. Die gezamenlijk door 70 partijen zijn gegenereerd. Waar dagdagelijks 300 400 mensen, die zitten gewoon in te voeren. Omdat ze het leuk vinden. Omdat ze de zin van inzien dat het, uh, het gecombineerd, dat je daarvoor meerwaarde hebt. Om even een Vechel te blijven, er zit een heemkundekring in Vechel. En die heeft alle prentjes van Vechel. Alle plaatjes. Alleen de jaren 50. Zijn we een keer kwijt die aanzichten, Want die heeft een oud Vechelnaar toevallig meegenomen en die is in Leeuwarden gaan wonen en die heeft alles. En als die leerwaarde nou oud Vechelnaar ook nou eens meedoet in het systeem en ook dat kleine beetje meebetaalt, hoe mooi is het dan dat als je die data kunt harvesten of in het systeem zet, zodat Vechel, de Heemkundekringen Vechel, niet alleen eigen plaatje uit de eigen collectie heeft, maar ook dat ene ontbrekende hoofdstukje kan toevoegen. Hoe mooi is dat? Dan kan de Heemkundekring in één keer een totaalplaatje van al die nostalgische plaatjes van de Heemkundekring in Vechel laten zien. Waardoor je ook weer meerwaarde hebt richting je gemeenschap in Vechel zelf. Want je kunt meer laten zien, je kunt het complete plaatje laten zien. Um, en hoe mooi is het dat je aan de hand van wat ik toch maar noem big heritage data, dat je ook nieuwe kennis kunt genereren? We hebben dat zelf mogen ervaren doordat. Uh, 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 Brabant Cloud, ook een van de generatoren is in, uh, national, of aggregatoren, ik moet het goed zeggen, aggregatoren in Europeana. En hoe mooi is het dat je bijvoorbeeld een kunstenaar hebt in Schijndel, hè, Jan Heesters, die uh, in het Jan Heestershuis, die heeft een eigen collectie, die zit in die Brabant Cloud. En dan kom je op een gegeven moment achter, dankzij Europeana, dat er van ene Jan Heesters uh, prachtige tekeningen in een uh, museum in Bretagne zijn. Die combinaties kunnen we in één keer gaan leggen, wanneer we gaan met de juiste terminologiebronnen, met de juiste thesaurie, met de juiste of hoe het ook allemaal heet, goed gaan verbinden met elkaar. Want dankzij datavisering en dankzij massale data-aansluiting zijn we in staat om een stukje aan de biografie van deze bekende Brabant toe te voegen. Want wij wisten helemaal niet dat hij in Bretagne was geweest. Dat is dus fantastisch, hè? Dat je daardoor iets kunt toevoegen om nog simpeler te maken. Stel je wordt er ergens in, 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 in Zundert is er een, een Vincent van Gogh daar geboren ergens op 1 maart 1852. Dat is echt waar. Hij is volgens mij 1852 geboren, maar dat was een broertje. Want een jaar later, precies op dezelfde dag, geloof ik op 16 maart, wordt er nog een Vincent van Gogh geboren, jawel, in Zundert. En daar heeft zijn eerste tekenwerkje staan daar. En er is er nog een Vincent van Gogh in uh, Nuenen. Heeft hij heel veel tekeningen gemaakt van wevers en ploegers en zijn eerste meesterwerk van die meesterwerken die hij heeft gemaakt? Uh, die aardappeleters. En we weten dat niet van elkaar. Hoe mooi is het dan, dan dat je dankzij goede verbindingen, goede termenlijsten, in één keer een basis voor een biografie kunt gaan leggen? Iemand die hier geboren is, maakt hier zijn eerste meesterwerk. En dan zijn we iets dus aan het schrijven met elkaar. En dat kan dankzij data-ontsluiting. En daar is. Volgens mij waar we in de toekomst heel erg mee bezig zijn. Het belang daarbij is ook om een goede voorkant te hebben. En als ik naar Time Machine kijk, en ongetwijfeld wat er dadelijk ook gepresenteerd gaat worden, hebben met de dingen die jij allemaal al hebt gemaakt, Dennis. Uh, uh, dingen, de prachtige projecten die jij al hebt gemaakt. Ik zeg het een beetje te snel. Uh, Voorkanten, het belang van goede audiovisuele voorkanten. We hebben het over houdbaar, bruikbaar en zichtbaar. Dat moet in hele goede verhouding zijn. We hebben bij Erfgoed Brabant gezegd: van jongens, wij geloven in duurzame opslag van data. En wij geloven misschien minder in de gadgets, want die zijn volgende week alweer verouderd. Maar er moet een goede balans zijn tussen het zichtbaar maken van het erfgoed. Want jij als wethouder, je wil ook graag zien dat Den Bos op een hele mooie digitale manier gepresenteerd wordt. Want dat kun je ook. Aan je burgers wil laten zien en aan je collega's, toch? Uiteindelijk. Maar dat kan niet zonder duurzame digitale opslag, die stevig, robuust vastgelegd wordt voor de langere termijn. Dus het een kan niet zonder het ander. En ook audiovisualisatie is heel belangrijk, denk ik. Uh, het verleden kan niet zonder verleiden, zeg ik maar. We gaan niet zonder, nou, zomaar naar websites toe. Hè? Daar moet je bloemblaadjes omheen hebben om je te verleiden. Daar heb je podcast bij nodig. Daar heb je een televisieprogramma bij nodig. Ik heb een, uh, een serie gemaakt, op dit, en daar ben ik nog mee bezig: Brabantse Helden voor Omroep Brabant. Waarin we korte portretten maken van mensen die hier geboren zijn en elders in de wereld een grote rol hebben gespeeld. Uh, en daarvoor zijn we naar Spitsbergen en Brazilië en naar Nashville geweest. En nou, weet ik veel. Moet kijken. Internet. Want dat kun je namelijk zien. Ze staan op internet. We hebben ze expres daarop gezet. En waarom? Omdat dit bio, eh, gefilmde biografieën zijn van die bekende Brabanders. Daarachter zitten in het systeem van Brabants erfgoed en in de Brabant Cloud zitten ook weer verhalen. 3 à 400 biografieën van bekende en onbekende Brabanders. En daaronder zitten misschien wel weer de uitnodiging aan Brabant: van kom met je biografieën van je dorpswachter of je voetvrouw in het dorp, eh, als je die nog hebt liggen. Tot en met onze academiepoot van Hé, hey, jongens, uh, misschien heb je wel een fantastisch onderwerp of een fantastische biografie van een persoon, maar weet je niet hoe, die moet, hoe je een biografie moet schrijven? Dan kunnen we no-time cursus biografie gaan organiseren en dan kunnen we dat met elkaar al die data gaan genereren. Want ik heb die kennis niet in huis. Dat zit bij al die vrijwilligers, bij al die lokale mensen die met die verhalen van Brabant bezig zijn uh, op lokaal niveau. Die hebben die kennis en die moeten we gaan ontsluiten. We moeten echt met elkaar dat gaan doen. En uh, een van de uh, uh, genomineerde voor de Erfgoedvrijwilligersprijs. Een nieuw initiatief van het uh, ministerie van OCW is naast onze erfgoedbende... onze jongerenbende ook, een, en Boksmeer, uh, de Maasheggenvlechters... ook een club in, uh, in, in erfgoed uh, gezocht, heet het geloof ik. Echt een fantastisch project, waar 6000 mensen bezig zijn geweest... in de afgelopen jaren, om aan de hand van kaartonderzoek thuis... een beetje à la vele handen, citizen science noemen ze het ook wel... Uh, nieuwe spots, nieuwe plekken uh, hebben ze met elkaar gevonden. Gewoon door op kaarten en in het landschap te gaan kijken. Met zoveel grafheuvels in uh, Utrecht en in Gelderland, als ik het goed heb. Ook genomineerd voor die Erfgoedvrijwilligersprijs. En allemaal bij elkaar gekomen met data in systemen. Dus ik wil hier alleen maar mee zeggen: het gaat erover dat die data ons ten dienste moeten staan. Voor ons mensenwerk, dat in feite erfgoedwerk is. En. Um, dan kom ik op iets heel moois wat in deze coronatijd is gebeurd. Een collega van mij die heeft dat verteld. Een aantal heemkundekringen zijn lid van die Brabant Cloud. Die doen daarin mee. Maar er zijn er een paar die in deze coronatijd iets Nieuws hebben gedaan. Die zijn een oproep gaan plaatsen in de gemeenschap zelf, waarin ze zitten in het dorp, in de wijk, in de straat. Van goh, misschien heeft u nu wat tijd over en zit u met uw armen over elkaar, zitten kapot te vervelen en is Netflix op een gegeven moment ook helemaal uitgekeken. Wie weet, wilt u ons helpen om de geschiedenis van de straat vast te leggen? We hebben nog een heel batterij foto's staan. Wie weet, wilt u ons helpen? Dat zijn geen leden van de heemkundigring, maar dat zijn nieuw soort erfgoedvrijwilligers. Dat zijn participanten die wel eens een keer in het project mee willen doen. En wie weet, is 10% van die mensen worden die daar lid van de heem kunnen kringen en zijn ze jarenlang actief. Ook dat kan dataïsering, heet het zo, dataficering, weet ik veel, <laughs> digitalisering van onze samenleving teweeg brengen. Dan gaat het niet over digitalisering sec, dan gaat het over sociale digitalisering. Dan gaat het over hoe we ons tot elkaar verhouden in deze nieuwe gewijzigde omstandigheden. Dat we ook daar groepen mensen met elkaar kunnen zijn die een goede tijd hebben en die een nuttige tijd met elkaar hebben als het gaat om het vastleggen van het erfgoed van nu en van de toekomst. Dan gaat het weer over erfgoed als mensenwerk. En daarom kwam ik met deze digitale vinger van. Het gaat uiteindelijk over ons mensen. En dat is wel heel erg belangrijk om dat te blijven beseffen in deze, of vooral ook in deze coronatijd. We zijn met een heel mooi project, heb ik nog eventjes heel mooi project begonnen. Gefinancierd door het Mondriaanfonds. En samen met onze hoogleraar cultuur in Brabant, Arnet Jan Bijsterveld. En samen met het BIC, het Brabants Historisch Informatiecentrum, een prachtig project begonnen over het Joodse leven in Brabant van 1930 tot 1945. De these is, is dat er veel Joden in Brabant. Uh, dat er minder uiteindelijk in de holocaust, in de, in de vernietigingskampen zijn omgekomen dan elders in Nederland. Uh, dat is de these en die willen we gaan onderzoeken. Hoe komt dat? En hoe gaan we dat dan doen? We gaan al die 4000 gegevens, want zoveel zijn het er, uh, die, we, die we kennen, nog bij name worden onderzocht, worden in een systeem gezet. Maar ook hier gaat het weer om, niet om de stambomen en de genealogieën, sec, maar om de verbinding tussen die stambomen. Zodat je kunt laten zien in wat voor netwerk werkten die mensen? Hadden ze mogelijkheden om te vluchten? Of konden ze ergens makkelijk terecht en dergelijke? Dus het gaat over een prosopografie. En die prosopografie wordt niet gemaakt door een onderzoekerssec. Nee, daar doen alle brabants archieven aan mee. Daar zitten ook weer vrijwilligers die daar gaan werken. Uh, die die data gaan uh, uh, opsnorren, op, uh, 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 bij elkaar brengen. En normaal is het dat je... Uh, een hele tijd, vier jaar lang, in een ivoren toren in de universiteit zit, en dan kom je met je onderzoek. Nee, we gaan het meteen al publiceren. Frank van Doorn, die ook Brabantse Gesneuvelden heeft gemaakt, een prachtige website waarin alle Brabantse Gesneuvelden in het kader van Waaleren worden herdacht elk jaar, om dat een open systeem van te maken. Want Linked Open Data kan ook niet zonder openheid in de wording van je document, je moet dus niet een complete database van mij betreft neer gaan zetten, maar iets in wording laten zien waardoor mensen in participatief opzicht worden uitgenodigd om daar ook hun ding van te vinden en daarop aan te haken, daarop aan te vullen. Dus wij gaan niet wachten totdat het onderzoek klaar is. Als het onderzoek begint willen we al, en Christian van de Ven is er ook bij betrokken van het BIC, om al met een systeem te komen waarin we dingen kunnen gaan delen met elkaar, waardoor het echt interactief gaat worden. Ook hier weer... Erfgoed is mensenwerk. Um, ja, ik kan nog heel lang doorgaan, maar ik ga ongeveer. Of, nog, nog twee minuten. Nou ja, Ik kan nog wel blijven bossenaar. Dus, uh, ik had net opgeschreven uh, van time machine, van item tot time. Dat is een heel mooi anagram. Hè? Item en time. Die kun je nog meenemen voor straks bij de presentatie. Um, ja, want daar gaat het uiteindelijk over. Ik was ook zeer geïntrigeerd door uh, die vier D, die vierde Dimensie, die we aan toevoegen zijn. Want dat is wel wat onze sector kan doen, lieve mensen. Wij, wij, wij zijn per definitie zijn wij de sector van de culturele duurzaamheid. En er wordt in politiek en bestuurlijk Brabant wordt er al heel snel gesproken over die Telos driehoek. Hè? Over people, planet en profit. Hè? Over de sociale, ecologische en economische duurzaamheid. En ik ben echt ervan overtuigd dat we nog een factor, nog een, nog, een, nog, een, nog een kwadrant missen in dat vierkant. En dat zijn wij zelf. Wij zijn die vierde dimensie. Wij zijn de dimensie van de culturele, culturele duurzaamheid. Wij kunnen met erfgoed. Profile en perspective aan People, Planet en Profit toevoegen. Wij kunnen verhalen ervan doen als inspiratiebron voor de uitdagingen van nu. En nu kom ik bij JOX, want dit had JOX waarschijnlijk ook verteld, want zijn titel is vooruit naar, uh, vooruit naar vroeger. Dus door terug te kijken kunnen we juist ook instrumenteel en niet alleen intrinsiek vanuit het erfgoed zelf, maar ook bijdragen aan de huidige Actuele problematiek rondom klimaat, rondom migratie, rondom droogte, noem het maar op. Wij hebben fantastische verhalen in huis met elkaar als we die goed kunnen verbinden om antwoord te geven, inspiratie te geven, profiel te geven, perspectief te geven aan de uitdagingen die we vandaag de dag hebben. Als we respect hebben voor deze tijd, dat kan alleen maar als we respect hebben, terugkijken in de tijd. En daarvoor zitten we hier weer bij elkaar volgens mij. Uh, ja, ik ga gewoon afsluiten. Uh, data is een uh, anagram van het oude Microsoft ringeltje. Hè? Als je op een gegeven moment iets gevonden had, hè? dat je tada, heb je hem data. Tada. Volgens mij moeten we daar naartoe. Dank je wel. <grijgert> Patrick, uh, dankjewel. Ik, uh, je noemt uh, de Brabant Cloud. Dus, uh, is dat iets wat, wat je in Nederland meer ziet bij provincies? Of is Brabant Cloud echt iets Op uniek? Op verschillende manieren wel. Uh, in de zin van dat wij, we hadden al een systeem waarin we uh, collecties uh, 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 een beetje ontsloten. En we hadden een systeem waar we verhalen rondom die collecties een beetje ontsloten. Dat hebben we bij elkaar gebracht. Ja. En de toekomst zit hem erin om nog duidelijker ook te laten zien dat daar ook, Mensen, handen, hoofden en harten achter zitten die mee aan het werken zijn, die stars. Dat is echt, en daar kom je op Nico, of, of, uh, Ivo's verhaal van die thermalijsten. Dat kunnen wij niet alleen, die zullen we met z'n allen moeten gaan vullen. Hè? En, en uh, dat is wel belangrijk, dat is de, de volgende stap. Maar elders in Nederland doen ze het op andere manieren. Soms is het iets meer toeristischer ingestoken, ja. op andere manieren misschien iets meer kunsthistorischer. Uh, sommige sites hebben veel meer verhalen. De uitdaging ligt hier ook in, en daar zijn we binnen open ook mee bezig. As we speak hebben we vandaag daar een. Overleg over gehad met IPO, over de verbinding van al die erfgoedcoaches en ook uh, waar we mee bezig zijn als het gaat om het onderschrijven van die nationale strategie. Want ook daar op interprovinciaal niveau zullen we daar nog hele slagen moeten slaan in de toekomst.